Ik ben Mel Hartman van Mel's Wonderland Blog. En het is ongeveer vandaag 1 jaar, tadaa, 1 jaar dat ik no poo ben. Voor degenen die het nog niet weten, dat is niet iets vies of zo. Dat is gewoon al 1 jaar dat ik geen shampoo meer gebruik en geen conditioner. Tenzij op de natuurlijke manier, maar daar ga ik het nu over hebben. Wat zijn de voor- en nadelen? Tot nu toe alleen maar voordelen. Nadeel is dat je ontzettend veel geduld moet hebben. Ze zeggen dat het 6 weken tot 3 maanden duurt voordat je haar gestabiliseerd is en dat het niet meer overdadig vet is door de talgproductie. Maar uit mijn ervaring is dat het voor ik tevreden was, echt tevreden over mijn haar, want dat is ja, zo gaandeweg gegroeid. Het heeft toch wel zeker 8 maanden geduurd. Het is ook heel erg met ups en downs gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb af en toe gehad van, ah, ik ga terug shampoo gebruiken. Waarom was dat? Omdat mijn haar dan absoluut niet laag of viel of te droog of te vet of, nou ja, gewoon een bad hair day, wat je altijd wel hebt. En inderdaad, tot ik me realiseerde van, toen ik wel nog shampoo gebruikte en conditioner en weet ik veel wat allemaal, had ik ook heel vaak een bad hair day. Even vaak als nu. Dus dat bracht me dan weer tot zinnen. En als je dan weer eens een good hair day hebt, dan ben je zo blij dat je nog altijd geen shampoo gebruikt. Je hebt minder bagage mee op vakantie. Het is beter voor het milieu. Het is veel beter voor je haar. Het is beter voor je portemonnee. Het is beter voor miljoen en één dingen. Nu, in het begin had ik wel. Nu was ik mijn haar hoofdzakelijk enkel met warm water. Heel af en toe gebruik ik eens een conditioner die ik zelf gemaakt heb met honing, olijfolie, een eitje. Ja. 1 ei, een koffielepel honing, biologische honing. Ik gebruik alles biologisch. En ongeveer, ja, een flink scheutje olijfolie. Ik heb een andere hair conditioner op mijn blog staan, die ik eerder al gepost had. Daar zit iets meer ingrediënten in, ook citroensap, dat kan ook. Maar ik heb gemerkt dat voor mijn haar eigenlijk die drie ingrediënten, ei, honing, olijfolie, ideaal is. En wanneer gebruik ik het is? Wel, als je no poo gaat, zal je merken dat je haar vaster en dikker wordt. En schat, wil je even Kiwi buiten laten? Het wordt wat stugger, je raakt het wat moeilijker doorheen soms. Maar dat heeft ook een voordeel, want je krijgt het beter in model en het ziet er ook echt dikker uit. Heel af en toe wil ik echter dat mijn haar weer een beetje zacht aanvoelt, een beetje fluffy. Ja, soms heb ik dat eens. En dan gebruik ik eens even die haarmasker. 15 minuutjes, 20 minuutjes. Ongeveer of een klein half uurtje met een reclame voor HEMA. Douchemuts op. Goed uitwassen en hup, klaar is Kees. Het is niet zo dat je haar daarna ruikt naar ei of zo. Absoluut niet. Dat denken veel mensen, maar dat is echt niet. Veel zeggen tegen mij, ja, maar als ik shampoo gebruik, dan ruikt mijn haar zo lekker. Nou, hoe lang ruikt het lekker? Hoogstens misschien een paar uur. Daarna is de geur er toch weer uit. Dus wat maakt het uit dan? En je doet er meer kwaad dan goed mee met shampoo, met traditionele shampoos. Ik heb het niet over biologische shampoos. Die zijn wel goed. En vind ik een prima alternatief voor je haar. Maar ja, ik ben nogal voor de extremen. Dus of ik gebruik helemaal niks of gewoon shampoo. Bij de overgang. Als je no poo gaat en je hebt heel vet haar, dan raad ik aan dat je dan met ik noem dat schoonmaakzout, sodiumzout, dat je daar een beetje van een bodempje in een spuitflesje doet en dan aanlengen met water, goed schudden en daar je haar een paar keer mee wassen in het begin. Dat is voor de overgang van wel en niet shampoo, zeker als je vet haar hebt. Heb je eerder aan de haar aan de droge kant en bij de overschakeling van wel naar niet shampoo, dan kan je beter appelazijn een klein beetje in een bodem doen en dan aanlengen met water en dat gebruiken. Dat is
voor de eerste maanden. Langzamer en langzamer ga je overschakelen dan naar volledig geen water meer gebruiken. Water gebruiken, geen producten meer gebruiken bedoel ik. De haarborstel. Dit is van varkenshaar en dat is ideaal eigenlijk als je overschakelt naar no poo, omdat het het zachtst is voor je haar, het meest natuurlijke, het beste. Wat ik wel doe, is het af en toe is wassen met, ja, mijn man gebruikt wel nog douche, zeep en gewoon shampoo, hoewel ook veel minder, is het af en toe is wassen met een zeep of een shampoo. Dus de haarborstel wordt wel gewassen met shampoo of met douchezeep, terwijl mijn haar niet. Dat is omdat dan die overmatige talgproductie die je haar sowieso maakt doordat je geen shampoo meer gebruikt, dat het daar uitgewassen wordt. Volgens mij heb ik alles genoemd. Ik zou zeggen vooral geduld hebben. Voor de een duurt het misschien maar 6 weken, maar voor de ander evengoed 6 maanden. Ik ben nu 1 jaar ver en nu weet ik wel zeker dat ik het vol zal houden. En het was niet altijd even gemakkelijk, dat geef ik eerlijk toe. Minder makkelijk dan dat veel blogs en vlogs vertellen dat het is om no poo te gaan. Maar je ziet, ja, ik ben er heel tevreden over. Het is niet dat ik nu overmatig vet of droog haar heb. Nee, het is gewoon wel steviger en dikker. Ja, normaal ziet het er nog dikker uit. Ik heb er nu een krul in gelegd. Maar hoe dan ook, ik ben er heel tevreden over. En ik zou het zeker aanraden, maar je moet wel geduld hebben. Oké. Voor meer erover kan je wat van mijn vorige blogs lezen over no poo, die ik gepost heb na enkele weken, na 3 maanden en zo meer. Dus dan zie je de voortgang ook een beetje. Dag allemaal en tot de volgende!